Een soort legendarische cheat meal. Hoe dan? Kijk, ik word niet eens van zijn plek. Thank you! Hallo lieve mensen, voor dit experiment ga ik een dag in het leven stappen van The Rock en ga ik zijn dieet volgen. Mensen denken bij het woord dieet altijd aan afvallen, maar dieet betekent eigenlijk gewoon samenstelling van voedingsmiddelen. En in het geval van The Rock is zijn voedingsschema dan ook duidelijk niet gefocust op afvallen. Waarom nou The Rock? Nou, ten eerste omdat jullie het heel vaak hebben aangevraagd, zowel op Instagram als op YouTube. Daarnaast denk ik dat het echt een hele sympathieke man is. En staat hij op nummer 8, geloof ik, van Instagram accounts met de meeste volgers wereldwijd. Hij doet dus duidelijk iets goed. Daarnaast is ook nog Max een absolute idool. Dus hij wil eigenlijk stiekem gewoon heel graag deze video maken. Als je nu nog niet weet wie ik bedoel. The Rock, a.k.a. Dwayne Johnson. Ik mag Dwayne zeggen. Is bekend geworden door worstelen in de WWE. En is nu de best betaalde filmster. Hij is bekend van onder andere The Fast and the Furious, maar ook Jumanji die laatst is uitgekomen. Het is je inmiddels vast al opgevallen dat ik niet in mijn eigen vertrouwde woonkamer film. Ik zit namelijk in het officiële Google huis waar ik een nachtje verblijf samen met Max. Ik ben er trots op dat Google al langer mijn partner is. En onlangs is de Google Home uitgebracht in Nederland. Een hands-free hulp die samenwerkt met de Google Assistent en je leven serieus heel erg veel makkelijker maakt. Zoals je misschien in eerdere video's al hebt gezien, gebruik ik het met koken, om muziek aan te zetten, om mijn agenda te checken, het weer en echt nog heel veel meer. En de Rock kennende, ik heb vroeger met hem geknikkerd, kan hij alle hulp om tijd te besparen wel gebruiken, want die gast heeft echt een insane schema. Zijn dag is echt belachelijk. Ik heb er zin in. Heb jij er zin in, Maxi? Net als in. Hoi. Morgenochtend moet ik dus heel vroeg eruit als het nog donker is. Want The Rock offert graag 2 uur op 's ochtends van zijn slaap. Om lekker rustig zijn ochtendroutine te kunnen doen. Weet je wel hoe lekker slaap is? Nou, ik heb een vaag idee, maar ik word steeds weer wakker gemaakt. De beste man slaapt 3 tot 5 uur gemiddeld per nacht. Dat is niet veel. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? If I were you, I'd use the time. Oh, ben je moe? Hmm. Oké, hey Google, hoe laat komt de zon op? De zon komt op om 18 over 8 ochtends. Oké, dat betekent dus 6 uur de wekker. Hey Google, zet de wekker om 6 uur. Prima, je wekker is ingesteld voor morgen om 6 uur ochtends. Yay. Hey Google, zet het licht uit in de slaapkamer. Oké, ik schakel 6 lampen uit. Trusten. Trusten. I'll see you soon. Zo, goedemorgen jongens. Het is 7:30, ik ben al helemaal ready to go. Ik was zelfs voor de wekker wakker. En ik voel me eigenlijk best wel goed, moet ik zeggen. Ik heb alleen uit automatisme gewoon meteen vanochtend make-up op mijn kop gesmeerd. En dat is op zich niet super handig als je gaat sporten. Maar ja, ik heb ook geen zin om het nu weer eraf te halen. We beginnen de dag met een lekker groot kopje koffie. Max, wil je ook? Stomme vraag. Tuurlijk wil Max ook. We beginnen met een groot kopje koffie. Dit is echt helemaal gek. Nou, lekker grote bak koffie. Lekker grote bak. En tussendoor, weet je hoe vroeg het is? Nou? Zo vroeg dat daar op straat mensen nu afscheid aan het nemen zijn na het uitgaan. Kijk hier. We zitten. Die grapjes die zijn elkaar aan het goodbye boxen daar. En wij gaan hier een beetje opstaan. Oh. Het is wel echt een bizarre locatie hoor, ja. Dit. Dat dit is huis. Het ja, we zitten echt gewoon naast het Rijksmuseum. Super. Daar. Ja, je ziet het niet helemaal, maar oké. Je moet maar even geloven op mijn woord. Lekker bakkie. Jam, jam, jam. Hé, hey, hoe moet ik eigenlijk praten als The Rock? Kan jij dat? Zo'n soort grote vriendelijke reus. Weet je, voor mij jouw meest recente The Rock ervaring is Maui. Ja. So it's very happy and I'm very big and it's kind of like that. What can I say except you're welcome? What can I say except you're welcome? Nee? What can I say except you're welcome? Voor mij moet je constant glimlachen en is iedereen je little buddy. Hey little buddy! Dat is het. Oké.
like her smile. Ik moet natuurlijk nog een sportpakje aan, net als The Rock. Dit is natuurlijk maar gewoon fit girl stilo. Dus ik heb wat bedacht. Ik heb een Under Armour broek van Max gepakt, want dat draagt hij altijd. Dus ik denk dat dit het wel is zo, eigenlijk. Super goede look. Mis alleen nog kale kop. Ja, je moet van die kettingen om je nek hangen en je hebt altijd van die polsbanden om. Ja. Ja, en kaal scheren vind ik toch wel iets te veel dedication voor één video. Dus laat ik even zitten als je het goed vindt. Maar dit is wel sexy, of niet? Super sexy. Ik heb vet veel energie, wat is dat? Ah, de deur is wel open. Maar het is 7 uur en wij staan gewoon in de gym op zondagochtend. 6 uur 59. Netjes! Ah, goed idee, man. Vet luxe om de hele gym voor jezelf te hebben. Dat heb ik nog nooit gehad. Zo nice. Het eerste op de agenda is 30 tot 50 minuten op de cross trainer of de loopband. Max is al lekker begonnen, zoals u hier kunt zien. En ik ga ook aan de slag. Wat gebeurt er? Hij doet opeens op afkoelen. Dus ik sta weer op nul. Ja. Nu kan ik niet laten zien dat ik 50 minuten heb gerend. Oh, maar ik was erbij. Ik geloof je. Ja. En ook hier zijn we 1 minuut voor opening. Voor een eerste ontbijtje. Alright, wat gaan we eten? Oké, eerste ontbijt, zegt hij. Ik quote. I eat some dead cow, egg whites en oatmeal. Oh, prima. Nou. Dead cow eet ik niet, dus ik ga daar denk ik champignons van maken. Uh-huh. En dan hoop ik dat ze dat voor me willen maken met egg whites, want dat staat niet op het menu. Nee, precies. Ja, dat gaat best wel goed, toch? Dankjewel. Enjoy. Thanks. Alleen de lepel is al een size op mijn. Wat heb je allemaal gekregen? Ik heb lekker overnight oat, havermout, shizzle en egg whites met champignons. Oké, okay. Fijn. Het is ook wel een goede hoeveelheid allemaal. Laatste hapje. Ik ben zo vol. Oké, even besefmomentje. Het is nog niet eens 9 uur. Of we gaan aan onze tweede workout beginnen. Let's go! We gaan een typische The Rock workout doen die ik heb gevonden op internet. Tada! Ik heb echt al heel lang geen fitness meer gedaan, dus dit wordt echt torture. Kijk, we zijn op de plek. Dichter dan wat je aan het doen. Geen sprong. Je doet het staan, hè? Staan telt niet. Dwayne Johnson zou trots op je zijn. Marietje. Wat? Vergeet je niet iets? Oh! Ik kan niet meer door dat ik hem had. Wij zijn weer thuis en ik moet aan mijn tweede maaltijd beginnen. Ik zit super vol nog van de eerste. Maar oké, wat moet dat moet? Stap 1 en 2, groente en rijst. The Rock eet heel veel vis, want het is lekker caloriearm. Er zitten toch veel eiwitten in, goede voedingsstoffen. Ik eet geen vis, daarom heb ik deze vegan tuna die ik nu voor het eerst ga proberen. Het ziet er wel een beetje rarig uit en het ruikt ook niet echt heel lekker. En sowieso hou ik niet van tonijn, dus op alle vlakken is dit een slecht idee. Maar ja, oh, ga ik dit eruit krijgen? Oh, dit is zo... Dit is gewoon echt poep is dit. Cheers. Oké, ergens denk ik dat als je wel van tonijn houdt, dat je dit dan misschien wel lekker vindt. Ik vind het echt walgelijk vies. Ik ga wel even vragen of Max deze voor mij overneemt, want...
Nou, met frisse tegenzin ga ik aan maaltijd 3 beginnen. Ik heb een salade bij sla gehaald. Wederom gestoomde groenten. Give me the damn veggies. Met rijst en vega kip. Normaal verheug ik me echt op die salades van sla. Nu is het echt een moetje. Zo moet eten nooit zijn. Een moetje. Ik heb weer een nieuwe The Rock tenue aan. En nieuw eten. Want ja, weer eten. The Rock eet eigenlijk altijd witte rijst, maar ik vind zilvervliesrijst veel beter, want er zitten meer vezels in. Verder is het eigenlijk gewoon weer kip en groenten. Echt super saai. Oké, zoals het The Rock betaamt, tijd voor keiharde business. Oh, 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 let's get it started and work, 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 turn it up, work. Nou, dan is het nu tijd om naar de film te gaan, want ja, er moet natuurlijk ook nog een beetje geacteerd worden. Moet ik daar ook iets doen? Ben ik dan Kevin Hart of zo? What's up? Where are we going? Oké, we zijn inmiddels in Emmeloord. Also known as Dutch Hollywood. Ja, en we zijn in de escape room van een vriendin van mij. Daar heb ik al vaker over verteld. Escape room / movie set. Ja, en The Rock is natuurlijk een groot acteur. Dus vandaag... Groot. Vandaag doen wij ook alsof we acteur zijn. Dus we gaan even een scène naspelen. Niet doen alsof. Kijk die set dan. Die shit is mad Hollywood. Ja, oké. We zijn echte... catering. Wij zijn echte acteurs. Ik ben The Rock. Ik ben een echte acteur. Oké, we hebben geen scènes ingestudeerd, dus het wordt improvisatie. Johnson, I'm mad at you. Nee, dit is echt te slecht. Die doe ik niet daarmee. Nou, het is natuurlijk niet alleen maar knetterhard werken en super clean eten. 1 keer per week doet The Rock een soort legendarische cheat meal. Dus we wijken heel even van het normale schema af om dat te gaan nuttigen. En The Rock houdt dus van sushi. Heel veel sushi. Jezus. Alles is voor bussie. Alles is voor 1 persoon. Ja, ik denk het. Maar wacht. Hey Google, hoe zwaar weegt The Rock? 118 kilogram. Jezus. Oké, dat is 2 keer zoveel als jij. Ja, daarom. Dus ik hoef toch maar de helft dan op te eten. Ja, dat lijkt me wel, ja. Oké. Nou, laten we maar beginnen, want... Ja, je hebt nog wel veel werk te doen. inderdaad. Ook de helft is echt veel namelijk. Jij mag ook wel een stukje op zich, hoor, Max. Je bent te goed. En allemaal vegetarisch. Allemaal vegetarisch? Ik heb zelfs vegan sashimi gehaald bij de Vegan Junk Food Bar. Oh, heb jij die gehaald? Oké, jij hebt die gehaald. Heb je die gehaald? Heb jij daar een uur voor op de fiets gezeten? Jij hebt die gehaald, Max heeft die gehaald, alle credits naar Max. Daar heeft The Rock gewoon zijn personeel voor, hoor. Dit is de damage. We hebben er met 2 van gegeten en nog krijgen we het lang niet op. Dus ik heb met de buurman afgesproken dat ik hem zijn avondeten kon brengen, want ik ga natuurlijk geen voedsel weggooien. Uitbijkentijd, hè? Dus nu het gedeelte waar The Rock gaat slapen? Nee. Jij bent wel altijd het slachtoffer van mijn experimenten. Fijn dat je het zelf ook niet. Nou, bijna tijd om te gaan slapen. Ik ben back off. Maar het allerlaatste op het voedingsschema is nog een eiwitshake. Want we moeten natuurlijk wel even de spiertjes veiligstellen vannacht. Ik kan echt niet meer bewegen, joh. Wat is dit voor dag dan? Dat Bowie is er moe van. Awww. Ja, tuurlijk heb ik geleerd hoe hard The Rock sport en hoeveel en gezond hij eet. Maar dat is niet het punt van deze video. Voor mij gaat dit experiment over de kracht van discipline en voor jezelf kiezen. Ook al willen nog zoveel mensen iets van je, The Rock verankert zijn dag aan het begin. En hij zorgt dat hij de dingen die hij echt belangrijk vindt, sport, goed eten, meditatie, rust en tijd voor zichzelf. Dat hij dat allemaal heeft gedaan voordat zijn crazy agenda begint. En zo creëert hij dus ook de rust en focus om zich de rest van de dag bezig te kunnen houden met de dingen die hij moet doen. Hoewel hij natuurlijk extreem getalenteerd is en dingen heeft bereikt waarvan ik alleen maar kan dromen, heeft een meekijken in zijn dag wel wat tips opgeleverd waarvan ik zeker ga kijken hoe ik dat ga integreren in mijn eigen leven. En wil jij nog meer weten over de Google Home? Dan moet je nog even de videobeschrijving checken, daar staat een link. Tot volgende week!